Jij vieze, vuile, vuile, vuile ding. Ik heb het ding over. Yo, welkom bij een nieuwe aflevering van de Giergasten. Ik ben nog steeds Martijn. En ik nog steeds na al die jaren Niels. Jezus, wat toevallig. Nou, niet normaal, hè? Ja, dat was hem. Tot volgende week. Hey Martijn, binnenkort is natuurlijk weer televisiering gala. Ja. Kom er lekker uit. En dat betekent dat wij natuurlijk niet genomineerd zijn, want het is alleen voor mensen uit het televisievak. En YouTubers, ja, die kunnen gewoon niet genomineerd worden. Nee, dus zaten wij te denken om toch een beetje die prijs in ontvangst te gaan nemen. Waarom gaan wij niet proberen om ons merk een beetje aan een televisieformat te koppelen die wel genomineerd is? En als zij dan winnen, dan... Winnen wij natuurlijk ook. Precies. Dus laten we even gaan kijken naar het lijstje. Misschien zit iets tussen. Ja, we zijn weer begonnen. Oké, de genomineerden. Heel Holland Bakt, dat met jou bakskills, nee. Geen goede optie. Wie is de mol? Ja, dat zijn niet makkelijk programma's vinden. Utopia. Ik weet wel dat je ook op legitieme manieren daar binnen kan komen, want zij moeten gewoon aan geld komen. Je gaat iets kopen van hun, want als je iets van hun koopt, ja. Hè, ze hebben allemaal handeltjes en dingen dus altijd. Dan kom je op het terrein en dan kom je op het terrein en dan product. Ja, precies. Wat verkopen ze dan? Kapsalon Brenda. Kapsalon Brenda. 10 euro. Hoppa. Dan moeten we wel een soort van een mark achterlaten. Ja, ik denk als wij onze eigen kabouters daar neerzetten, ja. dat we utopianen zijn. Als jij de kaboutjes fixt, dan fix ik wel even ons hoofd hierop. Hey! Hey! Stekkeltje. Flikkertje. Gelukt? Nog gewerkt. Ik heb jouw hoofd expres iets groter gedaan, want dan maakt het natuurlijk extra realistisch. Je bent echt goed in Photoshop geworden. Ja, ik know. Sikke skills. Je hebt ook een boutertje geschreven. Kijk eens. Lekker pik. Als jij je eigen hoofd doet. Ja, gaan we knippen, gaan we erop plakken. En die gaan we erop plakken. Top. Dit formaat kabouter ongezien uit je tas halen en eerst op het terrein verstoppen. Ja, want dit nemen we mee in de tas. Dit nemen we mee in de tas. Ja. Hopen dat we dat niet moeten afstaan bij de security, dat is ook nog een dingetje. Oké, nou, dit zijn ze geworden. Top. Kijk, vanaf hier vloggen we. Joost laat weten dat we nu gaan, want Joost zit in Frankrijk mee te checken. Yo, Jossa. Hey, we zijn nu bijna bij Utopia. En ik vind het spannend. Oké, we moeten nu wel echt even die vlog gaan maken. Ik moet ophangen. We zijn er. Oké, Martijntje die is onderweg. Die staat als goed is nu voor. Dus ik ga live op mijn Utopia appje. Even kijken of die binnenkomt. Nee, toch? Ja, we kunnen gewoon beter doorlopen. Ja, goeiedag. Ben je als Mel hier? Kappen. Komen voor kappersafspraak. Kappersafspraak, Utopia. Hier. Top, wachten we hier gewoon even. Ja, maar goed, dankjewel man. Hey, maar Niels. Ja. Die tassen zijn helemaal niet gezet, hè? We zijn helemaal niet gecontroleerd. Zo. Op het moment dat alles dus goed staat aan de camera, staat aan elkaar, dan zeg ik zij, jullie mogen erop en dan doe ik mijn duim omhoog. Ja. En dan kunnen jullie die kant op. Oké. Yes. Ik wil de eerste rondleiding. Ja. Dan kan het. Ik ga niet knuffelen. Ik ga niet knuffelen. We zijn gewoon fan van het programma. Nee, we willen het gewoon gezien hebben. Ik ga niet knuffelen. Dat boeit dan niet meer. Eerste rondleiding, dan zijn de probouts. Dat maakt niet meer uit wat we doen. Ik ga niet knuffelen. In de rondleiding moet gefixt worden. Yes! Come on! Alles goed? Ja, hi. En van Willem. Hi. Hi, Niels. Leuk. Leuk man. We komen voor een knipbeurtje. Ja, wij willen graag geknipbeurtje. Hoi. Hoi. De kapster. Dit is de kapster. Kijk eens. Brenda. Hoi Brenda. Niels. Groot fan.
Wat leuk. Ik wil gelijk meelopen. Kunnen we even een beetje doen? Of, ja. Ik ben benieuwd. Kom je hier dan? Oké, okay, maar jullie willen eerst even een rondje lopen. Hoi. Ja, als het kan. Ik vind het wel leuk om... Hoi. Hallo. Ik ben Manon. Hoi. Mij mag het, hoor. Het is een leuk kamp. Zullen we even meelopen dan? Mogen we rondleiding? Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Op, gezellig mee. Ja, dat is niet zo heel erg, hè? Nee. Ze zijn binnen. En volgens mij doet Martijn het praten en zie ik Niels. Niels, je kijkt rond met zijn tasje. Ja, als je iets te doen hebt, moet je iets te doen, zeg maar. Maar jullie kijken altijd online? Ja, ik heb het eerste seizoen heel nauwkeurig gevolgd. Oké. Wie was jouw favoriet? Hoe heet hij nou? Die ook met The Taste Island meedeed. Ah, Ruud. Ruud. Ja, Ruud. Ja, Martijn zit echt diep met zijn hand erin. Ja, Martijn is bezig. Top. Oké, Martijn, dit moet je goed planten. Vind een goed plekje. Waar ga je dit doen, vriend? Waar ga je dit neerleggen? En doe het snel en onopvallend, jongen. Dit is wel je moment. Nu moet het gebeuren. Ik vind het echt gaaf, vinden. Ja, nee, dat... Of nee, Temptation Island niet, sorry. Ik dacht aan een ander programma, Expeditie. Zit dat vast, hè? Dit is ja, het, daar gaat hij. Hij gaat om de tent. Topper, ouwe. Lekker, jongen. Lekker. Oh, bruine boontjes, kacheltje. Ja. Alles hebben we nu best netjes gemaakt. Grappig. Die staat hier. Waar ben je dan? Oh, daar ben je. Yes. Oké, top. Oké, Martijn heeft hem geplant. Ja, hebben ze gehuurd nu. En nu moet Niels. Oké, Niels, nu ben jij. In heel veel... Mijn fetus, hoor. Mis het begin. Ja. Kom maar. Oké, maar in het begin? Had ik best wel strijd met John en Mike. Ja. Maar daar ga ik nu heel goed mee. Dus, ja. Oké, plant die kabouter. Zet hem gewoon ergens neer. Uitgepraat. En, ja. Als je elkaar op een gegeven moment een beetje begrijpt, je zit natuurlijk gewoon 24/7 met elkaar. Ja. Dus in het begin... We zijn natuurlijk niet altijd hetzelfde. Het is echt op elkaars lip. Het zit constant op elkaars lip. Ja. Wat ben je aan het doen, man? Wat ben je allemaal aan het doen? En, ja, ook ja. Goede vriendschappen. Dat ontstaat ook gewoon allemaal. En, ja, je hebt ook gewoon karakter. Jongen. Hij staat gelukkig. Lekker, jongen. Goed gedaan. Top. Oké, beide kabouters staan. Alle twee. Dus ja, top. Dat krijg je. Dat is met een echte samenleving ook zo natuurlijk. Ja, dat is gewoon zo. En je wordt natuurlijk gewoon ook bovenop elkaar gegooid. En dan moet je maar uitzoeken in principe. Dus ja, spiegels op goed. En wat zullen we doen? Zal jij eerst gaan voor de knipper? Jij wilde een kapper. Die mogen ook tegelijk, hoor. Gaan we tegelijk? Ik hoef dus niet. Nou, Martijn, ga jij maar eerst en dan wacht ik wel even. Ja, ik wilde heel graag mee, omdat ik het graag wilde zien. Maar okay. Niels was degene die de kapper wilde. Moet je niet zo flauw doen, Niels. Je weet dat ik gisteren de kapper ben geweest. Ja. Dus jullie kijken het programma wel? Wij kijken het wel eens, ja. Ja? Ja, ik vind het leuk. Vind je ervan? Ja, ik vind dit veel leuker dan het vorige seizoen. Ja. Jullie hebben allemaal verschillende... Huh? Is je favoriet? Ja, vind je? Gerrit. Ja, zit je me niet... Nee, echt. En waarom dan? Nou, hij is echt een klusser, zoals ik ook ben. Ja, een echte klusser, ja. Daar heb ik het van. Wie? Ja, daar moet ik het hier wel van hebben. Jij? Ja, hij ziet me heel vaak klussen. Ja. Oh? Die man die bouwt hier wat. Ja. Daar houden mensen van. Wie is jouw favoriet dan? Ja, zoals ik zei, ik heb dit seizoen eerlijk gezegd niet heel erg gevolgd. Maar het vorige seizoen wel met Riet. Oké. Ja. Alsjeblieft. Oké, cash was het, hè? Ja. Ja, pinautomaat hebben we nog niet. Moet ik even... Ja, dat dacht ik dus al. Blijf jij even hier? Productiemeisje heeft mijn portemonnee. Hoe zei ze jouw portemonnee? Omdat ik alles moest afgeven, maar ik had mijn telefoon niet afgegeven. En mijn portemonnee. Moet je meelopen? Ik geef naar... Ja, maar dan weten zij zeker dat... Jij bent de borg. Ja, precies. Jij bent de borg. Ik ben de borg. Oh, wacht even. Er zit op je jas. Oké. Misschien moet je wel blijven, man. Ik ben zo terug. Ja, blijkbaar. Ik word achtergelaten. Nou, je hebt nu een rondleiding gehad, dus ja. Ja. Je weet nu waar alles is. Ik weet het, ja. Je hebt al een beetje inhoud mee. Zo is dat. Maar ik denk niet dat het terug gaat komen, eerlijk gezegd. Ook echt zo smerig. Ja, zal ik even kijken of het terugkomt? Ik ga zorgen dat hij terugkomt, ja? Ja? Ja, sowieso. Ik ga hem hier niet meer weg laten komen. Jij vieze, vuile. Ik heb het ding open. Jij bent echt. Vuile hond. Zo. Zenders, oh ja. Ik kan zo niet wel eens halen, dus of je nog heel veel willen wachten. Oké. Kunnen wij heel veel iets uit de auto halen? Wat is je auto? Ja, die staat om de hoek. Dan komen we zo terug, ja? Binnen een minuut terug. Komen we zo terug? Ja. Die hebben gezegd, kun je die jongens even hier houden? Ja, natuurlijk. En dan ga je het horen, hoor.
Die hebben alles gewoon op de zender. Ja. Nou, Mardi. Gefeliciteerd met je utopiaanschap. Met mijn utopiaanschap inderdaad. En ook nog even een gratis kapseltje. Sorry, utopianen. Dat is niet leuk, hè? Dit voelde heel En bedankt voor die fuck. Ja, alsjeblieft. Dat je mij er even alleen laat. Alles leuk. Echt topgozer ben je. Ja, maar goed, nu komt het erop aan of Utopia gaat winnen, die televisiering. Ja, dus eigenlijk als Utopia moeten wij natuurlijk nu ons gaan inzetten om die winst binnen te gaan slepen. Wij gaan promotie maken voor Utopia. Let's want go. Dan winnen wij ook. Tot volgende week. To be continued.